Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 13 van de Eredivisie en natuurlijk ook de Europese wedstrijden. Laten we daarmee beginnen. De Champions League wedstrijd Rangers tegen Ajax werd 1-3. Feyenoord won in de Europa League met 1-0 van Lazio en daardoor zijn ze eerste geworden in de pool. Dus gaan ze direct door naar de laatste 16 geloof ik. AZ heeft met 2-1 gewonnen van Dnipro, is ook eerste geworden in hun pool, dus gaan ook meteen door naar de laatste 16 van de Conference League. En Bodo Glimt PSV werd 1-2, PSV is tweede geworden, die moet nog een tussenronde spelen. Maar wat dat betreft was het een hele goede week voor het Nederlands voetbal. Dan in de Eredivisie speelde Cambuur 0-1 tegen NEC, verloor Vitesse met 0-4 van Sparta, Fortuna Sittard FC Emmen werd 0-1, Excelsior tegen Heerenveen werd ook 0-1, FC Utrecht won met 2-1 van FC Groningen, FC Twente Go Ahead werd 1-1, Volendam Feyenoord werd 0-2, Ajax tegen PSV De Kraker werd 1-2 en RKC won met 3-1 van AZ. Dan hebben we hier de volledige stand. PSV staat bovenaan met 30 punten. Dan heb je Ajax die een wedstrijd minder heeft gespeeld met 28 punten. Feyenoord heeft ook een wedstrijd minder gespeeld met 27 punten. Twente staat vierde met 26 punten. Dan komt AZ ook met 26 punten. Sparta zesde met 23 punten. FC Utrecht staat zevende met 21 punten. Dan komt Heerenveen met 20 punten. RKC staat negende met 17 punten. Dan komt NEC met 14 punten. Ook Go Ahead Eagles heeft 14 punten. Excelsior staat twaalfde met 13 punten. Dan komt Fortuna met op de 13e plek met 12 punten. Ook FC Groningen heeft 12 punten. Vitesse staat 15e met 11 punten, maar hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. FC Emmen staat 16e met 10 punten. Cambuur staat 17e met 8 punten, maar die hebben ook een wedstrijd minder gespeeld. En onderaan staat Volendam met 6 punten. Dan hebben we hier de voorspellers top 8. Sven is de nieuwe koploper, want hij is voor de tweede week op rij weekwinnaar geworden. Gefeliciteerd. Hij heeft 115 punten. Dan komen Jurgen en ik met 114 punten. Lars staat vierde met 112 punten. Dan komt Colino met 108 punten. Games for the Gamers staat zesde met 106 punten. Dan komt Hekkie met 105 punten. En dan Luc en Thomas hebben 104 punten. De wedstrijden die we gaan voorspellen zijn eerst inhaalwedstrijden van speelronde 12, namelijk Ajax tegen Vitesse en Feyenoord tegen Cambuur. En dan speelronde 14 van de Eredivisie, namelijk Sparta tegen FC Twente, FC Volendam ontvangt FC Utrecht, Emmen speelt thuis tegen Ajax, we hebben PSV tegen AZ, NEC tegen RKC, FC Groningen ontvangt Fortuna, we hebben de Friese derby Heerenveen-Cambuur, Feyenoord ontvangt Rotterdamse derby, nou het is allemaal leuke wedstrijden komende week, tegen Excelsior en Go Ahead Eagles ontvangt Vitesse. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik je graag bij de volgende aflevering weer. En vergeet niet, binnenkort komt ook WK voorspellen online. Tot de volgende keer, adios amigos.